dat wist ik niet, dat er blijkbaar al paardenkarren waren die de naam Breck droegen. En dat ze in Amerika spreken van de station wagon, omdat die oorspronkelijk werd gebruikt om reizigers met hun bagage van het hotel naar het station te vervoeren en uiteraard ook terug. Ja, als die inleiding al zo interessant is, wat moet dat dan niet zijn met de rest van de expo, Breck's & Station Wagons, die momenteel loopt in Autoworld? Wel, dat ga ik en jullie nu ontdekken. Gaan jullie mee? Ja, die inleiding die kan uiteraard maar uit één pen komen, want als we zeggen Autoworld en expo, dan zeggen we uiteraard ook conservator Leo en die is hier alweer aanwezig. Dag Leo. Goedemiddag Steven. Breck's & Station Wagons. Breck's & Station Wagons. Ja, in de inleiding al even gelezen. Station Wagon, Amerikaans. Ik zie hier een ganse plateau met allemaal Amerikanen. Mag ik daar dan uit concluderen dat dat hele verhaal van die Breck's & Station Wagons ook daar begonnen is in de Verenigde Staten? Wel, ik weet het eigenlijk niet, want in de jaren 20, Citroën en Renault, die hadden al, trouwens ook Woody's, ja. Camionetten. Op basis gemaakt van hun personenwagens, maar met een stationwagen achterkant. Met zetels in ook? Of? Maar die auto's waren in de eerste plaats voor beroepsdoeleinden. Die heetten trouwens ook commerciaal. En in de weekend kon je er een zetel in zetten en kon je met de familie op uitstap. Maar het was lang niet zo chic als wat er hier staat. Nee, want dit was echt rudimentair. Ja. Dit is grote luxe. Het is een Packard 120. Het is de oudste auto die we in deze tentoonstelling hebben, van 1941 is hij. En het is een echte Woody. Ik geloof dat voor de Tweede Wereldoorlog alle Breck's in Amerika, alle station wagons in Amerika, een houten carrosserie hadden. Dus ze hadden wel de snuit van de normale auto, maar de achterkant was in hout. En dat is echt volledig, dus vanaf de A-stijl tot achteraan, dat is volledig hout? Ja, dat kon ook omdat de auto's nog op een chassis stonden. Hè. Ja. Dat was nog geen zelfdragende carrosserie. Hè. Dus Chrysler was voor de oorlog zeker het meest luxueuze merk van Amerika. Dus we schikker als Cadillac of noem maar op. Ja, oké. Okay. Dus Packard was het van het. Dus dit is echt een Breck voor de grootverdiener. Ja, dat was een chique auto. 120 is afgeleid van de wielbasis. 120 inch, dus je moet dat vermenigvuldigen met 2,54 om het in centimeter te weten. Ik ben niet goed in rekenen, maar groot. Groot. Laat ons daarop houden. Groot, ja. Drie zetelrijen. Ja, en dat is een soort van bussysteem. Ja, maar dus je hebt hier een doorgangstunnel naar de oplossing. Vouwbare zetels bestonden nog niet, dus ze lieten een plaatsje vrij om naar de achterste zetelrij te verhuizen. Ja, dan heb je, als de zetelrij niet neervalt, dan heb je ook geen koffer zoals hier. Nee. Dus je ziet wel een hele grote auto, maar ik ga eens even kijken of ik dat hier open krijg. Ja, hele grote auto, maar... Maar hele kleine koffer. Klein koffertje. En dat is echt volledig allemaal in hout? Helemaal in hout, ja. En welke houtsoort is dat dan? Pitch pine, geloof ik. Ja. Ze gebruikten een bepaalde soort hout voor... En heb je enig idee waarom dat ze dan zo met de hout bouwden en niet met staal bijvoorbeeld? Dat waren kleine series en het was gemakkelijker, denk ik, om dat in hout te bouwen. Ja. Maar er waren dus ook bedrijven echt gespecialiseerd in het bouwen van woodies. Deze is gebouwd door de grote specialist, de firma Hercules uit Indiana. Ja, dat is echt wel knap. Ja. Wel knap. Het dak is dan weer niet in hout, dus of? Het dak is in... Nu moet ik hier opletten. Ja, wat ik doe. Het dak is dus een houten geraamte. Aan de binnenkant zie je dat. Maar dan en daarover is een soort van similileer getrokken. Ja, goed, de Amerikanen, maar Breck's, als je dat aan mij vraagt, ik vind dat zeker vandaag is echt een typisch Europees fenomeen. Hè. En ik mee met de, ik heb ze al gezien, aan de overkant staat een heel contingent Europeanen. Misschien daar even naartoe gaan. Ja. Want daar staat ook een zeer interessant model tussen, de auto die je daar wil bespreken. Omdat het, ondanks wat je zou verwachten,
Een Belgische een auto echt een, maar echt een Belgische ja, auto, hè? Absoluut, ja. Gemaakt, ontwikkeld, gebouwd, alles in Mechelen, België, in Mechelen. In Mechelen. En we dus, spreken dan hier over die Mercedes. De Mercedes Universal. IMA was de toenmalige importeur van Mercedes in België. En vanaf de jaren 50 begonnen die zelf met auto's te assembleren. Dat was gewoon een kwestie van taxen. Het was veel goedkoper van een auto in België te assembleren. Okay. Ik kwam dan in onderdelen naar België. En bij IMA hebben ze in het begin van de jaren 60 het plan opgevat om op basis van de hekflossen, dat dus het populaire Mercedes-model was, een brek te ontwikkelen. En ze zijn met die plannen naar Stuttgart gegaan. En ze hebben de directie van Mercedes overtuigd om een brek in het gamma op te nemen. En die brek werd voor heel de, vooral Europese markt, in Mechelen gebouwd. Dus alle breks van dit type alle breks van dit komen, type uit komen uit Mechelen. Oh, ja. Cool. En is dat dan een succes geweest? Hadden ze gelijk, de Belgen, om de Duitsers te overtuigen? Zij hadden de intentie, of zij hadden geschat dat ze 5% van hun totale productie brek zouden zijn. Maar zo hard heeft het niet gelopen, want ze zijn begonnen met de productie in 1965 en ze zijn gestopt in december 1968. En er zijn exact 2754 Mercedes Universals gebouwd. Van dit model, hè, want ze zijn dan blijven. Ja. Mercedes heeft dan altijd breks in het gamma gehad. Dit is dus het instapmodel, had ronde lichten en een viercilinder diesel of benzine. En gaat dus ook de S-klasse te erkennen aan de dubbele parachokken en aan de grote koplampen. Met de zescilinder in lijn van 2,3 liter, die we ook kennen uit de 230 SL. Ja. Maar dus, dit is de hekflossen, maar dan echt met een lange koffer. Er werd niet beknibbeld op andere luxe of zo. Alles wat je kon krijgen voor de berline. Het was helemaal hekflossen met dezelfde luxe, maar met een grote koffer. En een derde zitrij? Optioneel. Optioneel. Deze heeft het niet. Deze heeft maar twee rijen. Maar je kon een derde zitrij krijgen. Ja. 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 De derde zitrij, optioneel. Ja. De meesten hebben hier een derde zitrij. Is wel wat speciaal in een brek. En ik maak dan onmiddellijk het bruggetje, want speciaal. Jullie hebben ook een speciaal podium. Inderdaad. Met allemaal specialekes. Ja. En daar is er ook eentje dat je heel graag eens met ons zou willen bespreken. Ja. Dus ik stel voor dat we naar de achterkant van het museum trekken. Heel goed. Dus we hebben achteraan vijf breks die heel zeldzaam zijn, omdat er gewoon heel weinig van gebouwd zijn. En de meeste van die auto's zijn te catalogeren als shooting breaks. Dat zijn eigenlijk coupés met een derde deur. En we hebben de oudste gehad, de Packard. Ja. En nu gaan we naar de jongste. En dat is een Jaguar. Allee, het is een Lynx Eventer, gebouwd op basis van een Jaguar XJS. Sportcoupé eigenlijk. Ja. Ik denk dat deze dateert van 1982. Oef, ja, oké. Okay. Maar, dus de auto's zijn er in totaal 63 gebouwd. En de laatste is in 2002 uit de fabriek gekomen. Ja. Dus Lynx kennen we als de constructeur van replica's D-type, C-type, ja. Onder meer. Dus van sportieve of Jaguars, race Jaguars. Heel mooie replica's trouwens. En ze hebben dus op een gegeven moment op basis van de XJS een shooting brake ontwikkeld, waarvan dit een mooi exemplaar is met een, met een V12 motor. Ik heb, dus eigenlijk is die Lynx echt een carrosseriebouwer, letterlijk. Is eigenlijk een carrosseriebouwer, ja. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Ze zijn begonnen in 1974, dat weet ik. Ja. En ik vind, als je de auto bekijkt, de XJS met zijn rare achteruit en zo. Je moet ervoor zijn, maar dit is echt een zeer mooie auto. Absoluut. Ja. En ja, je zegt een verlengde stijl, maar was hij dan ook praktischer? Ik bedoel, had hij effectief een grotere koffer? Of? Uiteraard. Ja. Je hebt een achterklep en een derde deur. En je hebt een hele mooie bagageruimte. En je hebt,
Je hebt twee volwaardige zitplaatsen achteraan. En je kunt ze platleggen ook. Echt knap gedaan. Dus echt een hele chique auto. Maar ja, hoeveel duurder was die dan ten opzichte van het origineel? Ik denk dat je voor de prijs van twee originele een Lynx kon kopen. Oké. Okay. Maar bon, ze zijn dus zeer exclusief. Ik zeg het, 63 exemplaren gebouwd op 20 jaar tijd. En nog altijd heel populair bij de verzamelaars, zou ik zeggen. Ja, en jullie hebben er alweer eentje binnengehaald. Ja. Het is er trouwens slechts één van 15, hè, want er staan 15 auto's. Er staan 15 auto's. In de expositie. En ik moet zeggen, Brex is een moeilijke oefening gebleken om er te vinden, omdat Brex zijn auto's die gebruikt werden voor het werk en in de weekend voor de vrije tijd. Maar die auto's werden opgereden. Ja. En ik heb ondervonden dat het heel moeilijk is om Brex te vinden. Ik wou bijvoorbeeld een Fortaunus Barok, Fortaunus P2 van eind van de jaren 50. Ik heb daar heel lang naar gezocht, echt maanden. Niks gevonden. Ik heb er ene gevonden. Ja? En er is mij gezegd, dit is de enige rijdende in België. Oké. Okay. Ja. In Duitsland zijn er nog een paar, hè, want het is een Duitse Ford. Ja. Hè, maar ik ben heel blij van hem hier te kunnen tonen. Oké. Okay. En ik moet zeggen, er staan van de 15 auto's zijn er een aantal die je nooit niet meer tegenkomt. Dus met andere woorden, iedereen heeft er alle belang bij om zo snel mogelijk naar hier te komen. Zo snel mogelijk. De expositie loopt van? Van 2 april tot 30 mei. Dus je hebt ze hebben wel even de tijd. Je hebt tijd. Ja. Dus kijk, met de paasvakantie die nu voor de deur staat en iedereen die niet meer weet wat te doen met de kinderen, slechts één adres, Autoworld, 2 april tot en met 30 mei, kan je hier de Brex & Station Wagons komen bewonderen, naast uiteraard al het andere gerief dat hier vaststaat bij de vaste exposities. Ja. Dus Leo, alweer hartelijk bedankt voor je tijd. Met veel plezier. Jullie bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, tot binnenkort hier in Autoworld. Bye bye. Dag.